Goedemorgen iedereen. We zijn in Gerasbergen in Hartje Centrum, Grote Straat, handelscentrum, in de voormalige zaak van schoenmaker en slotenmaker Johan, zoals u waarschijnlijk wel op de gevel zag staan. Het handelspand werd een tijdje geleden al volledig leeggemaakt en is dus onmiddellijk beschikbaar. Het bestaat dus uit een werkruimte, een handelsruimte, vooraan, die volledig ingericht werd, elektriciteit in orde, dubbel glas, portaal met dubbele deur en etalageruimte. Als ook een achterliggende atelier of rustruimte, uitgerust met een gasvuurtje voor verwarming. Het pand beschikt niet over centrale verwarming, omdat dit gezien het exclusief gebruik van handel eigenlijk niet aangewezen was, niet nodig was. Hier zit dan een kitchenette, ook heel handig om snel iets te koken of klaar te maken. En ook een toiletje. Deels op te frissen, maar zeker onmiddellijk bruikbaar. Met zelfs een zekere authenticiteit, dus midden in het centrum van Gerasbergen. Via een centrale traphal kan je naar het woongedeelte gaan. Het woongedeelte werd gedurende decennia niet gebruikt, maar schept toch wel mogelijkheden. Vooral omdat het woongedeelte beschikbaar is, niet alleen via deze trap die we nu samen nemen, maar ook via een trap die via de buur, de linkerbuur, in een erfdienstbaarheid zit, ten voordele van dit eigendom. Dat betekent dus dat je een toegang kan vestigen naar dit pand van bij de gebuur uit. Hier zit dan een badkamer, die toch al met nieuwe toestellen uitgerust werd. Een douche, toilet, boiler. En dan een eerste slaapkamertje aan de zijkant van het gebouw. Op te frissen. Maar, nogmaals, zeer goed onderhouden en technisch vrij goed oké. Hier zitten we dan met een soort vergaderzaaltje. Waar er dan enerzijds een keukentablet staat, overal authentieke deuren ook. Ramen werden overal vernieuwd, dubbel glas en overal draai-kipsysteem, zoals u kan zien. En elk raam werd uitgerust met een vliegengaas om de insecten buiten te houden. Hier dan de deur waar ik het daarnet over had en de trap die dus nogmaals eigendom is van dit pand en waar langs dus gemakkelijk een doorgang kan gemaakt worden voor een duplex appartement bijvoorbeeld of een ideale toegang voor iemand die woon en werk wil combineren. We zagen daarnet al een eerste slaapkamer, een kleintje. Dit is een zeer degelijke grote slaapkamer langs de voorkant van de stad. En dan heb je hier een prachtig zicht op de muziekacademie, de muziekschool, zoals we vroeger zeiden. Dus best wel goed gelegen, zowel voor wonen als voor handel. Ja. Dit voor de eerste verdieping. Dan hebben we nog een tweede. Let ook op de vrij hoge hoogte van bijna 3 meter. Via dezelfde authentieke trap gaan we dus nog een verdieping hoger, die nogmaals 2 kamers bevat, als ook een zoldertje, die je hier ziet, waar we vooral onthouden dat de dakconstructie in prima staat is. Het is te zeggen toch het houtwerk. Erop liggen kunstlijen, die wellicht asbesthoudend zijn, gezien de ouderdom. Dus dat is wel een kost die moet in rekening gebracht worden als je het dak gaat verwijderen, tenminste. En dan een beetje dezelfde opstelling als op de eerste verdieping, maar een stuk lager. Hier zitten we aan 2,60 meter, geloof ik. Maar best wel een normale kamer. Met terugzicht op het mooie historische gebouw waar de muziekacademie in gevestigd is. En dan eigenlijk een 4de kamer, of noemen we het 5de. Als je het kleintje meerekent beneden,
met zicht op de gemeenteschool, de middenschool zoals we die noemen. Voilà, hier het dak, dat misschien toch wel op aan vernieuwing toe is, maar onthoud de dakconstructie zelf, de houtconstructie is in prima staat. De woning kan, mocht die nog niet groot genoeg zijn, nog uitgebreid worden naar de zolder toe. Daar heb je nog eens een zadeldak met genoeg ruimte. Ziezo, ik hoop dat het duidelijk was. Echt bezoek is altijd beter. Dus graag tot binnenkort. Dag.